keer gaan Jeroen Mensuger en ik eens een keer voor natuurlijk Oosterwijk buiten de stadsgrenzen van de gemeente Oosterwijk. We gaan namelijk naar de Loons en Drunense Duinen. Een speciale reden is dat daar een verhard pad is aangelegd voor een heel mooi nieuw uitkijkpunt in die Loons en Drunense Duinen. En we gaan eens kijken hoe dat verharde pad eruit ziet, maar vooral kijken hoe dat mooie uitkijkpunt gerealiseerd is. Aan dit verharde pad is op dit punt hier een aansluiting gecreëerd waar dus mensen die met een treintje komen, waar ze dus ook in rolstoelen vervoerd kunnen worden, hieruit kunnen geladen worden, om zo maar te zeggen, en dan dit pad kunnen vervolgen. Dus hier komt een soort keerhaventje voor treintjes die mensen die in een rolstoel zitten hier kunnen loslaten en dan weer verder kunnen gaan. Dit punt waar vroeger een klein boerderijtje huis heeft gestaan, kun je zien aan de leilinden, tenminste ooit zijn dat leilinden geweest, heeft Natuurmensen samen met de werkgroep die zich bezighield met de 14 gefusilleerden, want die zijn 14 mensen gefusilleerd op het einde van de Tweede Wereldoorlog, precies te zien op 26 mei 1944. En 60 jaar later, in 2004, is het herdenkingsmonument hier opgericht in de vorm van hoe dat zo'n graf van die mensen eruit zagen waar ze voor stonden. En op de stenen staan dus de 14 namen gebeiteld van de mensen die hier zijn doodgeschoten. En dat op het einde van de Tweede Wereldoorlog, wel heel erg jammer. In Loons en Drunense Duinen hebben wij Natuurmonumenten samen met mountainbikers een mooi pad aan laten leggen voor mountainbikers. Dit is het internationale mountainbike teken, twee bolletjes en een driehoekje. En dan kunnen mensen zo zien welke richting het pad oploopt. Nou, en hier steekt het dan dat verharde pad naar dat uitkijkpunt over. Maar ja, dat is hartstikke leuk, want er moest een bultje mogen en dat is toch voor de mountainbikers ook erg leuk. Alleen ze moeten wel oppassen voor elkaar dat ze elkaar niet in de wielen rijden. Een van de mooiere struiken van Loons en Drunense Duinen is de Leijsterberg. Staan natuurlijk ook in Oosterwijkse bossen, maar ik vind het altijd heel erg mooi. Zeker als je in het voorjaar, dan komt dat blad net uitzetten. Hier kun je het nog een klein beetje heel mooi zien, want het zit nog een beetje op een frotje bij elkaar. En één zo'n ding, ik pak hem even beet, één zo'n ding, dat heet een samengesteld blad. Dus het is eigenlijk één blad, terwijl je een heleboel deeltjes erin ziet. Nou, straks komt er nog mooie witte bloesem op, hè. Dat is altijd nog in het voorjaar. En later in het seizoen komen van die prachtig mooie rode bessen bij. En dat is natuurlijk wel heel geweldig, want het heet niks lijsterbes. Heel veel lijsters, maar ook merels, want dat is ook een lijsterachtige, eten dan zich een buikje helemaal lekker vol met de besjes van deze prachtige struik. Als je soms zo in een bos rondloopt, dan heb je wel eens een keer geluk dat je iets vindt van een spoor van een dier. Allereerst, als je hier kijkt, zie je, dat zijn poepsporen. En hier op de grond, daar liggen allemaal braakballen. Ik zal eens eentje oppakken. En dit is een braakbal van een ranzuil, want die liggen er heel veel bij elkaar. En als je dan zo'n ding openmaakt, dan zie je er allerlei bordjes in zitten en bijvoorbeeld hier heb ik een mooi kaakje van een muisje. Ik denk dat het een woelmuis is of een bosmuisje. Maar dit is ooit een muisje geweest. Dat is een mooi kaakje, mooi te zien. Hier zitten een lange voortanden in en hier zit dan de maalkies in waar zo'n diertje dan mee vooral plant eet. Nou, zo langzamerhand nader ik het eindpunt van dit pad. En dat is meteen de uitkijkpunt voor een beeld in de Loons en Drunense Duinen. U ziet nog wel dat het nog niet helemaal af is. Maar goed, tegen de tijd dat het af is, dan lopen mensen hier lekker te wandelen. En komen ze hier op een heel mooi plekje al en zien ze in de verte. Zien ze het prachtige uitzicht al. En ik denk dat het gewoon eventjes hier stilstaan is en genieten. Daar is het. Wow.
aan weerszijden van die muur, daar gaan nog bankjes komen, hè, dat mensen lekker kunnen gaan zitten en ook in de verte kunnen gaan kijken. Er komt een restel zoals u ziet. En die muur loopt ook een beetje rond zo. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi, zodat je van allerlei kanten dit hele mooie plekje kunt zien. En ik ga vast eens even zitten en kijken, ja, dat bevalt. Nou Jeroen, ik ben wat vroeg hier gekomen. Het is nog niet helemaal af. Er komt nog een balustrade aan. Er komen natuurlijk nog prachtige informatiepanelen. Ook onder andere waar u ongeveer bent. Hè? Want het is eigenlijk loodrecht op Bos en Duin. En dat is de ingang ook meteen. Bos en Duin, Udenhout. En dan kom je op dit plekje uit. Nou, we zijn een keer buiten het Oosterwijkse gebied geweest. Maar ik denk dat het de moeite waard is om voor de Oosterwijker die hier regelmatig komt wandelen. Om in dit prachtige plekje een keer stil te staan. En kom hier vooral naartoe en ga genieten van een heel, heel mooi uitzichtpunt.